tijd om de rubriek Nieuwe Starter in de Kijker toch nog eens even aan te snijden. En wij zijn richting de Chocolate Artist gegaan. Naast ons staat Oliver van Nutten. Ben jij de artiest? Absoluut. Ik maak hier al de chocolade. Vertel, wat maak jij precies? Het gaat niet over een reep chocolade, hè? Laat dat duidelijk wezen. Nee, absoluut. Ik probeer echt een beetje het hoger segment van de chocolade op te zoeken. Ik maak vooral sculpturen en echt gelimiteerde pralines. Het is meestal dat wij altijd 6 à 7 verschillende pralines op stok hebben, die meestal met de dag of week veranderen. En je weet eigenlijk nooit wat dat er in het assortiment gaat zitten. Allemaal homemade? Ja, absoluut. Alles wordt hier in de atelier gemaakt. Ook sculpturen en zo. Ik ben nu momenteel bezig aan een projector voor een filmmaatschappij. Dus superleuke dingen allemaal, hè? Ik zie gitaren, ik zie maskers, ik zie van alles in de uitstalraam, hè? Ideeën zijn grenzeloos? Absoluut. Ik heb al de zotste vragen gekregen. En ook van heel high-end klanten. Ik heb zo bijvoorbeeld al de fiets van Greg van Avermaat gemaakt voor de E3 Harelbeke. Ik heb de kroonjuwelen van de Zweedse koning nagemaakt. En die zijn ook persoonlijk naar de koning van Zweden zelf gegaan. Ongelooflijk leuke dingen allemaal. Dus ja, ik zei het, gewoon mijn passie volgen en doen wat ik graag doe. Is niet zo voor de hand liggend, hè? Sculpturen maken in chocolade. Hoe ben je ertoe gekomen? Wel, dat was altijd van op school was dat al een beetje erin gegeven, hè. Je kreeg dan je basislessen sculpturen maken. En het was eigenlijk sinds dat ik daarmee begonnen ben, een beetje mijn eigen zin beginnen doen en een beetje mijn eigen creativiteit volgen. En ja, een beetje beginnen oefenen en next thing you know staat er een fiets achter je. Dus ja, zo was die dingen. Opleiding gekregen waar? Terug in de Poorten in Brugge. Ongelooflijk goede school. Zeker richting bakkerij, patisserie en zo. En zeker ook chocolaterie. Ik heb daar 7 jaar gedaan. Mijn 7e jaar specialisatie. Meester chocolatier patissier. Ik heb een hele mooie titel. En dan heb ik nog heel lang, ik heb mijn stage gedaan bij David Maanhout, bij Chocolatier M. En ook jobstudent geweest. Het is een ongelooflijk toffe kerel en een heel goede leermeester geweest van mij. En dan eigen zaak starten, inknokken? Ik ben begonnen in Zeebrugge. Ik heb eerst 3 jaar in Zeebrugge gezeten. En dan, na 3 mooie jaren van te proberen en vooral bestelling te werken, vonden wij allemaal dat het tijd was voor naar Knokke te komen. Want wij wonen hier ook al bijna 9 jaar. Dus, maar je hoort dat ik niet van hier ben. Van waar dan wel? Ik kom oorspronkelijk van Capelle. Dus daar eerst mijn 9 jaar van mijn leven vertoefd en dan zijn we naar het buitenland gegaan. En 5 jaar international school gedaan, dus Engels staat wel goed op punt. En dan teruggekomen naar België, mijn opleiding gedaan voor bakkerij en dan eigen zaak begonnen. Ik hoor beslist, de Antwerpse tongval toch niet hoor. Nou, het is een beetje. Een beetje, dan komt het toch wel weer, hè. Dus voilà, ja. Maar ja, van dat accent raak ik niet vanaf. Ik woon hier al heel lang. Ik heb ook een vriendin van hier. Dus geboren en getogen hier in Knokke. Maar ik versta het allemaal, maar dat accent achtervolgt mij. Heel veel succes. Super bedankt.